moment dat wij aan het hek staan, dan kunnen wij rustig toekijken hoe de kinderen zich elkaar begroeten in de ochtend. En nog even meelopen tot aan het leslokaal en dan begint de dag en dan zijn wij tevreden. Ik vind de sfeer en het is natuurlijk moeilijk voor ons om wel over de hele school te spreken. Al hebben we de PO natuurlijk en het zelf op school zitten hier wel het hele traject doorgelopen. We zitten nu bij de kleuters en de sfeer, ja, die is gewoon goed. Het is, de kinderen kennen elkaar, de ouders kennen elkaar en het is gewoon een goede sfeer. Die zingen met elkaar. Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Eigenlijk begin ik elke dag met liedjes zingen met de gitaar. Kinderen vinden dat heerlijk om lekker de muziek erbij te hebben. De vogels in een lange vlucht. Hey dag, zie jij dat ook? Ik ben trots op dat de Johannes Postschool hoog scoort bij de CITO-toetsen. Alleen de CITO-toetsen, dat is ook maar een stuk papier natuurlijk. Dus eigenlijk een bevestiging van hoe wij lesgeven hier bij ons op school. De cijfers, CITO-scores, dat zeggen maar eigenlijk niks. Als een kind laag scoort en die scoort de volgende keer hoger, dus we zien vooruitgang, daar zijn wij ook trots op. Dat vinden wij ook mooi. Hoe gaan we met elkaar om? Wat zeg je als je iets niet wilt? Wees duidelijk. Daar zijn we, nou ja, 2 keer per dag echt heel specifiek mee bezig geweest. Maar wat wil je dan? Verliezen bij een spel? Omdat jij nog niet kan tellen? Nooit de cijfers leren? En hoe zijn? Dus geen vriendjes kunnen bellen? Niet een liefdesbriefje schrijven? Of moet je in het pierenbadje blijven? Dan ben je, blijf je olie dom. Het is niet alleen het leren en het is niet alleen de kennis, maar het is ook het sociale en het sociaal-emotionele. Dat is ook van belang en juist misschien nog wel meer. Welke boodschappentas zou, denk jij, Mark, het zwaarste zijn? Jij denkt deze. Hey, jij denkt deze. Wat denk jij, Sarah? Welke tas zou het zwaarst zijn? De grootste? Ik zou zeker ouders aanraden om je kind naar de Johannes Postschool te brengen. Communicatief, het is heel sterk. Als er iets is, je loopt naar de leerkracht en het wordt ook direct opgelost. En als het niet direct opgelost, weet je, dan krijg je weer een terugkoppeling. Het is gewoon wel, het is gewoon zeer prettig. En de kinderen onderling gaan ook gewoon heel leuk met elkaar om.